Wat kun je ermee? Ik heb één, ja natuurlijk, maar oud. Hè. Is heel oud en is bijna niet meer goed. Youssef is dakloze en een uitzondering. Hij heeft wel een smartphone, maar heel veel mededaklozen niet. Daarom is de regenbooggroep een inzamelingsactie gestart om deze kwetsbaren te ondersteunen. Voor de dakloze bezoekers van onze inloophuizen zitten we al op 360 gewenste telefoons. Dan hebben we ook nog allerlei projecten voor economisch daklozen. Ook daar is een hele grote groep zonder telefoon of een slechte telefoon die de huidige apps niet kan draaien. Dus we hebben gezegd, we willen het liefst 600 telefoons ontvangen of geld daarvoor, zodat we ze kunnen kopen. Contact met familie, vrienden, kennis, ja, dat is het belangrijk eigenlijk. En voor sommige mensen is het belangrijk om hun e-mail te checken, hun bankrekening, reageren op woningnet. En plus, nu wij zijn in coronatijd, veel mensen hebben nodig de QR-code. En de smartphone maakt het leven van daklozen zeg maar, een klein beetje makkelijk. Bij de inloophuizen zien ze dagelijks de problemen waar de daklozen zonder telefoon tegenaan lopen. Nou, ik zal heel even kijken of meneer nog aanwezig is. Als iemand niet bereikbaar is, dan wordt heel gauw een uitkering stopgezet of een bosadres niet verlengd. Of bijvoorbeeld kan iemand niet terecht in een noodopvang, want daar bellen ze ook vaak op laatste termijn van hey, we hebben toch nog een bed vrij en dan is de persoon niet bereikbaar. Het gebrek aan een telefoon kan worden opgelost door computers die een half uur per persoon beschikbaar zijn in de inloophuizen. Maar ideaal is dat niet. Soms je bent bezig met e-mail of een verhaal te schrijven en je vergeet de tijd. En de half uurtje is weg, dus gaat stoppen de computer. Betekent alles wat je hebt gedaan, is weg. Wij hopen dat we nog heel veel telefoons binnenkrijgen, zodat wij ook telefoons kunnen weggeven aan mensen die het echt, echt nodig hebben. En zodat wij ook vooruit kunnen en dat regelzaken gewoon goed verlopen en niet meer zo moeizaam zijn als ze nu zijn.